Klopt het dat er bij mij niks inlaat? Ja, klopt. Dat komt door DirectX 12. Je moet daar even geduld voor hebben. Qua eiland is alleen bij Golden nog wat. Dus is er wat veranderd, als het goed is. Ja, wat heb ik aan grubs, man. In mijn vorige potje was er een blauwe tornado. Nu is er een rode tornado. Heb ik wat gemist? Wacht, blauwe tornado? Ja, er was een blauwe tornado in de verte nog. Die heb ik ook nog niet gezien. Moet er die afstand zijn, heb ik die ook wel gezien. Misschien zijn de enemies veranderd hoor, dat kan ook nog. Dat kan ook, ja. Dat er een soort van geest wave is. Hey, er is hier een node. Een node. Greetings, brave pirate, it's me, Captain Brixy. I have rousing adventures for you, the hunt for the skull of Siren Song. Zullen we die quest accepten? Want dit is iets nieuws. Ja, dit vind ik wel grappig. Ik accept hem. Ik heb geen flauw idee wat het is, dus het is voor mij ook. Skull of the Siren Song. Thank you for accepting this most adventurous of expeditions. He's dope. Hey, ik ken jou. Skull. Oh, Brixy. That's why I've asked my crews to embark on this voyage. Just be aware. Maar dit is iets nieuws. Once you have the chest key or skull, you'll be visible to all the other crews. Ooh. You might have to fight them off to claim the reward for yourself. Can as you soon as you bring the Skull of Siren Song to the destination I give you, I will make my presence known. So what are you waiting for? On with the quest. Hey, dan moeten we denk ik even genoeg knotgoals meenemen. Ik denk zo'n kist gewoon kopen bij de merchant. Ja, ik zal even kijken hoeveel ik nog heb. Ik heb genoeg. Ik haal er wel even... Ik heb 728k. Oh, heb jij 728k? Ja. Wacht, kan jij ze dan kopen? Heb jij niet zoveel dan? Ik heb 280k. Okay. Als jij toch zoveel hebt. What the flip. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het hele menu is geswitcht. Wacht, ja precies. Oh, oké. Okay. Zullen wij eerst naar... Ik weet niet eens meer hoe die eilanden heten, joh. Dat is zo lang geleden. Dry Rock Isle. Isles. Zou ik ook een woodcrate meenemen? Ja, misschien wel slim. Dry Rock Isles is de eerste. Oké, dus we moeten south. Oké, als we south gaan, dan hebben we het eerste eiland. Daar moeten we waarschijnlijk iets opgraven. Zo'n vorige, hoe heb ik tenminste? Dit is wood. Dat kunnen we bij de barrel doen. Zo, even kijken, waar heb je als... Oh, je hebt alles hier neergegooid. Cannonball crate. Die doe ik gewoon in het midden. Oh, je hebt dat alvast georganiseerd. Dat is helemaal mooi. Zal ik trouwens met de storage crate eventjes langs het eiland nog één keer gaan en even alle resources uit de barrels halen? Ja, dan ga ik ook even met mijn inventory even wat... een beetje clearen. Je weet het nooit. Even kijken, hier zaten nog barrels. Ik hoop nog steeds eigenlijk dat ze eigenlijk de map een beetje gaan veranderen. Wat groter of zo, wat nieuwe, meer eilanden. Grotere battlefield. Ja, precies. Oké, ik heb ook weer een paar cannonballs. Die zal ik even in de loot crates gooien. En die fireworks haal ik er even uit. Oké, zal ik het anker omhoog gooien en dat we er dan vandoor gaan? Ja, is goed. Ik heb alle resten heb ik in de barrel gedaan. Ja, helemaal top. Oké, we hebben dus... even kijken... twee kaarten gekregen. Ja, ik had er eentje gezien. Die ik heb ze al, al gepind. Dry Rock Isle. Ja, en daarna hebben we Snake Island. Oh joh, Snake Island zijn we zo vaak geweest. Precies. Dus dat is wel een bekende plaats. Ja. Even kijken. Zijn we naar links? We komen wel precies op een tornado af. Ja, maar voor mij hoort hij altijd dat al rood te zijn. Die blauwe tornado, dat is volgens mij... die blauwe tornado was volgens mij die Skull Ships. Of zoiets. Oh, ja, dat kan ook zo, man. Als ik het me goed herinner, tenminste. Oh nee, het is een Ghost Fleet. Inderdaad, een Ghost Fleet. Die geestschip. Zal ik kijken of hij nog kan sword dashen? Ja hoor. Ja, tuurlijk. Kan ik nu ook. Dat kan je gewoon niet verleren, dat kan gewoon niet. Dat kan ik gewoon niet vergeten. Gewoon. Dat... We zijn wel echt iemand vergeten. We komen recht op het eiland af. We zijn wel echt zwaar iemand vergeten. Ja, ja. Dan kan je het anker gooien. Oké.
Ik zal hem mee naar de rechter. Oké, ik repair. Oké. Ja, ik weet het, CL4, er zit een gat in ons schip. Dit is allemaal bijzaak. Hey, siren ding, hoe heet het ook weer? Mermaid gem. Oh, die kunnen we al meenemen gelijk. Ai, Sapphire Breaker. Het zijn er twee. Het zijn er twee, sinds wanneer is dat een ding eigenlijk? Weet ik niet. Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Meer money. Dat is zeker waar. Want voor mij zijn die dingen nog steeds 2 à 3k per ding kwijt. Dat, ja, 2k heb je dan van dat ding. Voor mij staan we gelijk hier eigenlijk al goed. Ja, als het goed zit het hier. Moet hier ergens zijn hoor. Bij de rots. Nee, we staan voor mij... Maar we horen aan deze kant te staan. Ja, deze kant is het. Stond aan de verkeerde kant van het eiland. Oh, wat skeletten. Ja, ik zie ze. Aina. Bom skeleton. Oeh, heb ik die niet geraakt? Ai. Ik merk wel echt dat CFT's qua performance echt wel beter is geworden. Oké, okay, Key of the Silence on. Had Brixie niet iets gezegd over als je iets op je schip had, dat het dan werd gelokeerd door andere players of wel? Ja, ik denk het wel. Als ik het goed heb ik het zo verstaan. Ja, jij houdt het vast en er komt een soort van beacon beam van jou af. Dat is niet zo best. Oké, we gaan gewoon proberen zo snel mogelijk door dit heen te gaan. Ik heb zo'n voorgevoel dat hierna best wel een groot iets is. Ik denk dat het niet een normale quest is. Nee, ik denk het ook niet. Nou, een voorgevoel heb ik er eens. Ja, oké, mensen kunnen soms zien op de map nu. Het heeft bijna geen nut, denk ik, om het hier te plaatsen, hier binnen. Nee. Ik denk dat het beter, ja... Eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Oké, zuidwest. We moeten iets meer naar links. En dan eigenlijk gewoon alleen rechtdoor. Het valt mee hoe ver het is. Oké. Dus het scheelt enorm. Ja. Ik vind Briggy toch altijd wel een van de betere schepen om in te varen. Ik weet niet. Het is onhandig om erin te springen eigenlijk. Dit is best wel. Ja, dat wel. Maar ook om te vechten. Het is niet echt een lekker schip om mee te battelen. Nee, in de sloep kan je gewoon dat, lekker lopen naar beneden. Hier moet je echt een hele turn maken en dan erin. Galleons heeft ook een soort van hetzelfde, maar het heeft meer ruimte. En toch wil ik eigenlijk nog steeds een nieuw schip hebben in Sea of Thieves. Ja, een beetje groter dan een Galleon. 6 à 8 personen schip, dat lijkt me echt dik. Oh ja. Oh, je zit gewoon met 6 qua A8 mensen op de zee. Gewoon met alles increased, weet je wel, bos increased, riffen, etcetera. Dat lijkt me echt ziek als dat zouden kunnen toevoegen. Ja, ik roep Pieter Monk op. Pieter Monk is niet te vergeten. Maar, Adventure, is het niet zo'n Adventure? Die Adventure, nee, dat is Ended. Ik vind het echt jammer dat je niet al die adventures gewoon opnieuw kan spelen. Dat zou gewoon veel beter zijn. Serieus? Kan het niet? Nee, het kan niet. Vind ik wel jammer dat ze dat niet hebben gedaan. Adventures. Oh ja, ik krijg deze adventure. Ik dacht de Tall Tales. Nee. Gewoon die nieuwe, die adventure van die seasonal dingen. De art collection. Ja, dan geven ze er ook echt maar 4 of zo. Dat is echt zielig. Dat ze per seizoen 4-3 adventures doen. Ja. Ik vraag me af of die 2 Mermaid Gems een lucky guess was of zo. Of iets met een geluk. Of ik weet niet wat ik. Of het is gewoon iets wat hoort. Misschien hebben ze het wel nieuw toegevoegd hoor. Omdat ze dachten niemand. Niemand zoekt voor die mermaids, dat ze gewoon dachten van, oké, misschien als jullie een mermaid kennen, dat je dan 2 van die gems. Want je krijgt in principe best snel die mermaid gems. Sinds die sea update. Nieuwe skeletons. Ik zit even te kijken, zit er nog ergens? Nee, niet echt. Er zijn geen schepen uit. Met schedels. Maar ik ben echt benieuwd waar deze quest naartoe leidt eigenlijk. Want dit stond echt gewoon heel random opeens op ons schip. Ja. Weet je wat ik dus al die tijd verkeerd deed met de Storm Crate?
Vertel. Ik legde dat ding neer op de grond en ik pakte alles uit de barrels. Zodat ik letterlijk ook gewoon F in kan drukken en dan haalt hij alles uit die barrel. Maar dat was natuurlijk ook nog een ding, dus helemaal vergeten, joh. Ja, ik heb dat dus nog nooit gedaan en ik ben er nu pas achter gekomen. Oh, really? Ja. Na hoe lang? 5 jaar. Bijna 5 jaar. Weet je wat ook nog een ding was? Ford of the Damned. Oh ja. Dat was met die. Dat was allemaal leuk. We waren met die gekleurde schedels. Klopt, ja. Dan ging je met z'n allen gingen met die kanonskogels. Ging je natuurlijk. Die kennis ging je natuurlijk zo'n kapot knallen. Oh ja, en ook nog voor de kijkers. Dat hebben we nooit op video gedaan. Dus als je nu ervoor zoekt, dan ben je ver op zoek. Inderdaad. We hebben nog nooit een Ford of the Damned op een video. Helaas, zoek het op bij een andere YouTuber ja, dat nodig is. Ja, we hebben alleen de Dukes hebben we verslagen in de normaal school Ford, maar dat is het. We komen nu recht op. Nee, man. Een beetje naar rechts toe. Ja, een beetje naar rechts. Nee, we zijn er bijna. Ik hoop echt dat we niet op het laatste moment vol in ons kontje worden gepakt. Dat is echt het laatste wat nu zou willen op deze hartstikke mooie dag. Ja. Het regent. Oh, we moeten wel echt zwaar naar rechts toe sturen. Ja, ik had al zo'n gevoel. We zijn gewoon weer in die verdomde storm. Ja, we lopen net. We varen net langs Steven Spoils. Nu komen we naar. Ja, nu. Ik zie Snake Island. Hoge golven. Midden in de storm. Een hele onaangename storm. De storm moest ook per se bij de Steven Spoils. We zijn ook niks minder. We zijn ook niks anders gewend dan in onze quest een storm tegenkomen. Nee, precies. Dat is niets nieuws. Dat gebeurt toch gewoon verdomd elke keer. Ja. Zijn we bij Snake Island? Is dat Snake Island? We zijn op bestelling bereikt. Snake Island zonder slangen deze al. Ja, precies. Ik ben één slang te vinden. Ik heb waarom gaan we zo. Oké, weet ik niet. Maar maakt niet uit, ik vind dit helemaal prima. Oké, laten we hier naartoe gaan. Ik weet niet of dit eilandje is. Ik denk. Hier is een captain. Het zou zomaar kunnen slangen. Hé, hey, Tina. Tina is boos. Tina. Miss Tina. Wat slipper op je mouw. Geen kans. Maar was dit? Precies. Nee, oké, we moeten alsnog gewoon die tweede ding opgraven. Het ligt bij een steen, though. Ik heb een voorval dat hier ligt. Nou, je hebt hem. En of ik gelijk had. Wow. Uppercut. Oké, laten we deze graven. Hey. Maar dan moet je graven. Hey. Ik zag jou ook gewoon volledig voor. Oh! Onaangenaam! Waarom moet dit? Munten heb ik nodig! We hebben munten nodig! We willen miljonair worden. Ja, munten nodig! Ik denk me nu pas, dat schip wordt ondergezeikt door de storm. Dat kan vol maken. Enorm onaangenaam. Ah nee, ik kon het 1 keer. Piraten moeten munten verdienen. Ja. Oeh. Schip wordt geraakt. Brand. Oh jee, oh jee. Brand. Brand weer nodig. Oké. Wat is de volgende stap der stappen? Wacht eens even, ik weet het al bijna zeker. Oh, er is meer. Er is meer. Dit zal vast de sleutel zijn tot de kist. Oh ja, precies. Ja, maar we hebben nog een kist dus blijkbaar. Maar munt of niet? Beste heer. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Volgens mij klopt dit. Wow! Ik weet niet wat we hiermee kunnen doen. Wow! Ik gok dat we hier munten mee kunnen verdienen. Ik gok het ook. Maar de quest is nog niet afgelopen. Moeten we ook nog inleveren? Nee, we moesten. Nee! Nee, er is nog een X op de map. Ja, klopt. Daar moeten we naartoe, maar waar?
Oh, Mark. Oh, het is een beacon. Ai, oké. We moeten dat anker ophalen. Want kijk, je ziet daar rechts achter die grote steen er zo'n beacon. Ja, ik zie het. Daar moeten we naartoe. Ik heb dus een skeleton order heb ik dus opgepakt. Ik dacht al, die quest kan toch nooit voorbij zijn? Nee. Maar er zit ook een gekke groet op ons schip. We hebben gewoon een glow in the dark. Nee, precies. Gewoon een upgrade. Maar konden mensen ons nou niet zien met, op de map met die skull? Ja, ze konden ons zien. Ik zie nog steeds een beacon op ons schip. Maar ik zie hem, ja. Maar ik denk dat het wel een beetje rustig is. Dus hoop ik, hè. Ja, dat hoop ik. Het kan altijd op het laatste moment fout gaan. Niks garanderen. De nachtlucht is ook nog nooit veranderd. De wat is? De nachtlucht. De nachtwacht? Nee, de nachtlucht. Ik wou het bijna zeggen. Nee. Ja, nou, dat is ook niet veranderd. Het staat. Het staat. Het ligt niet, het vliegt niet, het zweeft ook niet. Waarom zijn die beacons altijd zo groot dat je denkt dat je net echt dichtbij bent, maar het eiland is nog kilometers verderop? Ja, weet je, dat is echt enorm vervelend. Maar die Briggy is ook gewoon niet lang, die is ook gewoon niet snel met tegenwind. Maar nu hebben we tenminste een beetje lekker windje mee. Ik heb een Guybrush figurine. Die kan ik op de barrel plaatsen. Een wat? Ja, een figurine. Zo'n poppetje. Gewoon bijvoorbeeld verzameling. Dat kan je dus blijkbaar. Oh, kan je dat hier ook opzetten? Ja, als het goed is hier. Place new trinket. Die heb ik echt sinds nu net. Echt een seconde of zo. Hier, ik heb nieuw trinket. Dat is wel echt zieke shit. Map to the Sea of Thieves. Kan ik dat hier plaatsen? Hey, er is nu zo'n rode wolk. Moet je even boven komen? Een rode wolk. Voor mij klopt dat wel iets niet. Ik weet niet wat er is. Er gaat een hele hoop fout. Er gaat een hele hoop fout in de. Even kijken. Het gaat een heleboel fout in de noordoosten. Heel onaangenaam. Een hele onaangename kleur heeft die wolk. Hij is ook best fel. Ik zie daar een playership. Daar moeten wij wel even een heel goed rekening op houden. Heel onaangenaam, kan ik jou vertellen. Waar is dat? Zo'n voorgevoel is het een brig. Oh, ik dat zie het. Misschien is dat een probleem. Maar als het een probleem is, is het een probleem voor laat. Misschien is dat een playerschip die van dit eiland af weet. Waarschijnlijk wel. Ik hoop het niet. Het is wel een probleem. Maar ik vraag me echt af wat deze skill eigenlijk doet. Ja. Wat kan je ook mensen mee wegjagen of zo? Ik word verleid. Wat gebeurde daar? Wacht, ik doe het tegen jou. Ja, wat kan je hier dus mee? Ik weet het dus niet. Ik word verleid door de siren song. Krijg je een soort boost of zo misschien? Ik weet niet. Dat schip is onaangenaam achter het eiland gegaan, dus ik denk dat we beter eventjes battle ready moeten zijn. De cannonball crate staat hier. Nou, daar zijn we best wel bij. Ik ga ook even een sniper erbij pakken. Hoor. Je weet maar nooit. Ja. Voordat iemand je blunder lust. Even kijken. Inderdaad. Sniper. Dit is de Dark Saber. Even kijken. Sniper. Weet je waar ik dus niet tegen kan? Vertel. Tegen mensen die snipers en blunderbussen gebruiken, met een sniper en een zwaard. Ja. Dat is een enorm onaangenaam. Die schieten dan met een blunderbuss? Ja, en dan gelijk snipen, omdat je dan een pushback hebt en dan heb je genoeg tijd om die snipe achter elkaar te geven. Mooi. Ja. Dat schip komt dat schip. Misschien kunnen we naar rechts. Misschien kunnen we naar rechts. Dat is best. Maar dat schip gaat niet per se ons. Ja. Maar hoe vaak hebben we dat gezegd, dat ze toch 5 minuten daarna binnenkomen stormen? Ja, dat is zo vaak. Er is trouwens, dat schip laat maar zitten. Ik dacht dat hij achter die beacon aan ging, maar dat was helemaal niet zo. Of hij gaat achter die steen daar zitten, hè. Dat kan ook nog. Dat zou ook eventueel wel kunnen. Hij campt, man. Als je een schip ziet, zeg het gelaak. Dan moet hier ergens een oude snoepert zitten. Als je een schip ziet, roep schip! Schip! Waar? Nee, roep Horenbach, want je hebt planken nodig. Oké, dit is goed. Ja, nee, moet even kijken voordat we gaan. Ik moet even weten. Richting het eiland. Weet je wat?
We nemen het risico gewoon. Ik vind dat je risico's moet nemen. Waarom zulke intens muziek? Tell nou, me. Eigenlijk omdat er iets gaat gebeuren wat heel onaangenaam is. Ja. Zo'n voorgevoel heb ik tenminste. Ja, ik zie geen skeletten of zo op dit moment. Ja, maar wacht maar. Het hoofd is op het eiland. Het hoofd. Kijk maar, het hoofd. Dit hoofd trekt zombies aan. Ik noem het gewoon zombies. Het zijn gewoon zombies. Ik blaas. Treasure Discovery, ik heb het niet meegenomen. Ja, we hebben geld verdiend. Oh. Ja, dat is de klepper. Even een onaangename boer. Mijn grote vraag is, waar moeten we eigenlijk naartoe? Want we hebben geen informatie. Hey, Captain Briggs is hier in de buurt. Captain Briggs is in de buurt? Moet die dan ook? Oh, hey, ja, ik zie hem. Captain Briggs is hier ergens. Waar ben je? Ik ben ergens boven. Oh, die richting. Het skelet achter mij aan. Oh, hij is hier, hij is hier. Waar zeg ik hij? Dus oké, ik heb hem. Oh, nice. 50k! Oh, 50k. Dat zijn aardige munten. Ja. Oh, waarschijnlijk is het zoveel geld waard, omdat mensen er natuurlijk achteraan gaan. Al die, je bent best wel lang bezig met eigenlijk gewoon een markt boven je hoofd. It's very richly deserved. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat je dit niet vaker kan doen. I hate crowds. Unless it's kind of mine. Zie je? Keep an eye out for more notes from me. There may well be other skulls of Siren Song to be located. Oh, als dat kan. I'll make a rogue's apprentice of you yet. Farewell. Hey, maar toch, het is toch munten. Het zijn munten. We hebben 50k verdiend. Hey. Het is 50k munten. Het is net zoveel als wat je krijgt van de Gold Hoarder Skull. Dus, inderdaad. Ik dacht serieus dat dit echt gewoon zo'n grote quest zou zijn, maar dit gaat om één skull. Op zich zijn wel leuke quests. Ja, klopt wel, ja. Dat is best prima. Ja. Klein stukje verhaal erachter. We gaan wel even botsen. Wat? Oh! Zander! Nee. Orenbach! Dat heb ik de vorige keer ook gehad. Dan bot je gewoon tegen zo'n ding aan en je krijgt geen gas. Misschien hebben ze dat wel veranderd hoor. Misschien hebben ze dat wel expres wel gedaan. Ja, dat kan zo. Vergeten we niet iets? Ik zou niet weten wat we. Oh! Trouwens, de loot. Sapphire! De munten! De loot, het schip. Oh, de loot heb je gehad. Krijg je nu ook allemaal opnieuw achievements en allerlei. Ja, ik krijg dat allemaal opnieuw. Accommodations. Ik weet dus dat niet. Ligt het aan mij of zo? Nee, dus het ligt niet alleen maar aan jou. Ik ben nu al gewoon rank 6 in die season pass. Gaat best snel. Wacht, je moet even naar. Hoe noem je dat? Zo'n store toe gaan. Zoals hier. Heb je allemaal een hele shop? Heb je hier promotions? Company shop. Je hebt hier allerlei dingen, maar het is echt enorm duur. Company shop, even kijken. Commendations. Het is best wel. Commendations. Heb je dat hier ook dan? Nee, dat heb je hier niet. Great to deliver 45 hateful bounty skulls. Oh, dus die hele slechte. Defeat 100 ghost ships. Hebben wij serieus 71 verslagen toen we Flameheart vochten? Ja, het gaat sneller. Het gaat echt heel snel. What the hell? We hebben er echt enorm veel verslagen. 71. Ja, dat is niet normaal. Maar we gaan ook maar 3 kanonskogels of 2 kanonskogels door zo'n schip.